Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. Het is zaterdag nacht inmiddels al. Dit is denk ik de laatste video ooit die ik opgenomen heb. Het is inmiddels 1:15. En ik heb een mededeling. Zou je denken, ik heb een mededeling. Ik ga stoppen. Ja, jongens, het is een grote schok. Ik ga stoppen. Nee, ik ga niet stoppen met It's Ultrax. Ik ga stoppen met It's Ultrax Theme Park. Ik had een half jaar geleden ongeveer het idee om te beginnen met It's Ultrax Theme Park. Ik heb al wat oude video's al upgeload. En het heeft niet aan de verwachtingen voldaan. En daarom stop ik met It's Ultrax Theme Park. Ik kap ermee. Het heb gewoon genut. Ik kan me eigenlijk beter maar gaan focussen op één kanaal in plaats van op twee kanalen. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet echt hetgene wat ik dacht dat het zou gaan kunnen worden. 21 abonnees op dit kanaal. En 21 maar. En 21 abonnees zijn gewoon te weinig om daar verder mee te gaan. Ik heb het geprobeerd. Ik ben begonnen met oude video's eerst uploaden. En daarna zou ik alle video's. Maar uiteindelijk is eigenlijk alles toch op It's Ultrax terechtgekomen. En het is ook gewoon de kijkcijfers die uit de doorslag geven. Als ik eigenlijk mijn kijkers, mijn vlogs zeg maar, niet kwijt wil raken of mijn kijkers niet kwijt wil raken, dan moet ik niet alle pretparkvideo's op It's Ultrax Theme Park gaan zetten. En andersom is dat eigenlijk ook een beetje. Ja, ik heb zo het gevoel dat It's Ultrax Theme Park, het loopt niet. En als ik daar door mee gaat en alle video's van It's Ultrax in de toekomst, pretpark vlogs, als ik dat allemaal op It's Ultrax It's Ultrax pretpark vlogs maak en die op Theme Park zet, dan ben ik ook de kijkers op It's Ultrax kwijt. Dus ik stop met It's Ultrax Theme Park. Het was een leuk geprobeerd project, maar het is nou niet echt. En het is ook een hoop gedoe allemaal om alles in orde te krijgen. En dan zou ik ook wel weer ik zou het ook wel weer kunnen uploaden. Maar dan moet ik kleine stukjes van de vlog moet ik dan op It's Ultrax gaan zetten. En de volledige op Theme Park. Zitten jullie daar op te wachten op dubbele dingen? Moet ik ook altijd een linkje erbij gaan zetten van joh, kijk op It's Ultrax Theme Park voor een volledige. Het is allemaal edit werk allemaal. Het is allemaal gewoon veel te veel gedoe en veel te veel. Het is gewoon veel te veel werk en veel te veel gedoe allemaal. Laat ik mijn eigenaar maar gewoon focussen op hetgene waar ik goed in ben. In
het ene YouTube-kanaal. En dan komt alles wel weer goed. En ja, ik heb het geprobeerd, maar het is niet aan de lijn der verwachtingen. Ja, het is gewoon jammer. Het is gewoon een project wat ik geprobeerd heb en gewoon gefaald heb. Kan ook wel eens gebeuren. Ik ga me gewoon alleen maar focussen op mijn kanaal It's Ultrax. En Team Park ga ik gewoon wissen. Ik weet nog niet wat ik ermee doe. Ik kijk wel even wat ik ermee ga doen. Maar ja, het is een project wat niet gelukt is. Vandaar dus even deze aankondigingen. Voortaan dus alle video's op It's Ultrax. It's Ultrax Team Park ga ik verwijderen. Ga ik niet gelijk doen. Het is nu inmiddels al bijna 1:30. Dus dat wordt een beetje... Ja, dat is een beetje gewoon een beetje... heb ik niet zoveel tijd meer voor. Ik moet ook zo naar bed en ik moet morgen weer vroeg op. Dus, maar in ieder geval, dit is helaas hetgene wat er aan de hand is. Vandaar dus ook even deze kleine video. Ja, ik zou zeggen jongens, blijf kijken op gewoon It's Ultrax. Blijf abonneren, blijf ook video's liken zoals deze bijvoorbeeld. Druk op het like knopje, duimpje omhoog. Abonneer gewoon op mijn kanaal en druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En blijf gewoon lekker kijken. Dit kanaal zal in ieder geval niet veranderen. Dit kanaal blijft gewoon doorgaan. En... ja, ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. Dit was even een korte vlog. Even een korte mededeling. Morgen kunnen jullie de vlog bekijken van Feyenoord FC Utrecht. Daar ga ik morgen heen. En als jullie dit zien, zien jullie morgen de vlog van Feyenoord Utrecht. Natuurlijk weer samen met Ramon natuurlijk. En we gaan, oh ja, we gaan weer allemaal gekkigheid uithalen. Het zal best wel weer een leuke dag worden. Ik hoop dat de uitslag ook wat... ja, dat de uitslag positief is. Want dan is de vlog natuurlijk ook positief. Hè? Dus ja, laten we hopen morgen op een mooie wedstrijd. In ieder geval de groetjes jongens van deze kant. En ik spreek jullie allemaal heel snel weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes. En ik zou zeggen bye bye.